Vandaag zijn we in Houthalen, basisschool De Schakel. De klas van juffrouw Heidi, de kleuters, hebben juist de nieuwe schooltuin De Groene Schakel geopend. Een initiatief dat we genomen hebben in samenwerking met bejaardentehuis Het Vinkenhof. Het wordt een ontmoetingsplaats voor onze kinderen en de mensen van Het Vinkenhof, die hier een rustpauze en een ontmoetingsplaats krijgen. En vandaag gaan we het openen. We zijn aan het popelen, de kleuters zijn er klaar voor, die gaan de poort open duwen. En als de kleuters de poort open geduwd hebben, dan mogen we allemaal binnen. Bedankt voor het komen en kom een glaasje drinken. We hebben buurtbewoners ontmoet, we hebben de mensen van het Vinkenhof ontmoet en de kleuters van juffrouw Heidi waren er vandaag alleen. Voor de andere kinderen van de school, de kleuters en die van de lagere school, is volgende week een grote activiteit en dan mogen zij de tuin ontdekken. De schooltuin is gerealiseerd door agro-aanneming en dan vooral door enkele tuinders die samenwerken in agro-aanneming, in samenwerking met Limburg Steunpunt Rurale Ontwikkeling. Doorgaans zijn zij bezig met landschapszorg, het onderhoud van poelen, houtkanten en dergelijke, maar dit was voor ons een te mooie uitdaging om hier deze schooltuin te realiseren. De jeugdraad van Houthalen Helge organiseert in november voor de tweede keer op rij het Vrij Podium. En daarom zijn we op zoek naar... Beginnend rockgeweld, sensationele solo-artiesten of een mind-blowing performance. Wil jij jouw moment in de schijnwerpers, dan ben jij degene die we zoeken. Zin om hier aan mee te doen, schrijf je dan in voor 20 september op www.jeugdraadhh.be.